zoutkristal had eerder iets omhoog getrokken, omdat ik anders bang was dat mijn zoutkristal niet op tijd afkwam. Hij begon. Mijn zoutkristal is een beetje te glinsteren en de rest is heel mooi wit. Verdampen. Ik kijk elke dag naar mijn zoutkristal. Het afgedampte water wel, het afgedampte water niet. Hij staat nu ongeveer maar een halve centimeter hoog. Ik vraag me af hoe lang ik mij praten. Net op tijd. Wat een geluk zeg, want ik moet vandaag presenteren. Finale. 8 oktober zou ik de finalisten bekend worden gemaakt. Ik kijk en ik kijk op de site, maar nee. Op 19 oktober belde Iris mij 7:15 voor school nog dus. Ze zei, Susanne, je zit in de finale. Ik was helemaal blij, ik kon het bijna niet geloven. Die dag is er heel veel gebeurd. Er is een groot stuk bij mijn zoutkristal gekomen. Op zoutbeperken.nl. Met die test kon je kijken of je goed omging met zout in je lichaam dan. Je had 12 dagen, met daarin 1 keuze vragen. Mijn cijfer was een 8. Eigenlijk, dit was mijn presentatie. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En dan zie ik ook hierboven